ましょう。Eerste visie van de ochtend. Het is niet de soort waar ik achteraan zit, maar ik ben er toch blij mee. Snel terug. Ik voel hem die bonken. Op de rivier waar we vandaag midden in de nacht begonnen, viel de actie een klein beetje tegen. Er lagen niet heel veel meervallen, wel een paar hele grote, maar ze wilden niet erg meewerken. Snoekbaars was eveneens dun gezaaid en ze waren ook niet actief en lagen heel erg diep. Dan willen we ze niet vangen, want dan heb je vaak last van barotrauma, dat de oogjes en de zwemblaas eruit komen. Dus die hebben we eigenlijk met rust gelaten. Maar we moesten iets. Dus we besloten om 10:30 om terug te varen naar de trailerhelling, de boot op de trailer te zetten. En naar een andere rivier toe te rijden om daar ons geluk te beproeven. En dat was achteraf een prima keuze. Kleine nier krijgt nooit een hap in zijn steer. Hangt er mooi achter. Hey, Smeerie, kijk nou. Wat een idee. Leuk. De ban is gebroken. Mijn handschoen. Nee. Lekker bezig, William. Ja. Grote smeer. En meervalletje nummer 2 voor William. Hij is ineens wakker geworden. Ze worden ook steeds groter. Een monster, joh. Maar het is er wel weer eentje.
aan de Monstersluk. Een soort een slijmstropdas is dat. Gooi me gauw terug. Ja, William die begon niet al te sterk vandaag. Maar maak die toch even de kachel aan met me. Dat. Een goede vis dit. Een goede snoek denk ik. Ja, dikke meter. Dikke meter. Ik ga hem even scheppen voor je. Wat? Dikke meter snoek voor William. Helemaal afgepaaid al, inderdaad. Het is niet de soort waar we achteraan zitten, maar het is toch een mooie afwisseling. Zo, dat was een mooie drukke dag met een nogal wisselend palet aan vangsten. Het was leuk en gezellig met William. Het was een van mijn allerlaatste dagen dit seizoen dat we met kunsthaas konden vissen. Ik ga komende dinsdag ga ik nog met Joris een dagje op pad. Dus dat is eigenlijk de laatste dag van dit seizoen. Uiteraard gaan we daarna gewoon lekker verder met pieren op meerval. Maar dit is wel de afsluiter van het roofvisseizoen voor mij. Dus misschien levert dinsdag ook nog een leuke video op. Ik ga mijn uiterste best doen natuurlijk. Vond je dit nou een leuke video? Geef me even een duimpje, dat vind ik super tof. En abonneer je natuurlijk op mijn kanaal, want dan krijg je nog veel meer. Ik zeg, maak er een mooie gesloten tijd van en we zien elkaar in het nieuwe seizoen. Later!